De noodactie van Jurgen Rijman en de Suriprofs voor hulp aan de intensive care unit van het Academisch Ziekenhuis heeft voor wat onduidelijkheid over deze afdeling van de ziekeninstelling gezorgd. Op de YouTube-pagina van Suriprofs werd aangegeven dat de intensive care unit gesloten is. Vandaar dat het AZP middels een persbericht ontkent dat de ICU gesloten is. Het is algemeen bekend dat het AZP al geruime tijd voor grote uitdagingen staat in verband met de precair financiële situatie van het ziekenhuis en daarmee samenhangend tekorten aan onder andere medicamenten en medische verbruiksartikelen. Hierdoor was het AZP onlangs genoodzaakt om bepaalde hartoperaties enkele dagen uit te stellen. Specialisten, artsen en verpleegkundigen moeten vaak onder moeilijke omstandigheden hun werk doen. Er wordt veel van hun improvisatievermogen gevergd. De organisatie heeft respect en waardering voor hun inzet en dienstbaarheid, want het is de primaire verantwoordelijkheid van het AZP om onder alle omstandigheden de dienstverlening naar de gemeenschap toe zo optimaal mogelijk te continueren. Samen met de regering wordt gewerkt aan korte en lange termijn oplossingen voor de ontstaande problemen. Mede tegen deze achtergrond heeft de regering recent 25 miljoen SRD voor het AZP vrijgemaakt om de crediteuren, zoals leveranciers van goederen en diensten, goed deels te betalen. Dit is voor het AZP een belangrijke verlichting en een goede ondersteuning om de dienstverlening te verbeteren. Het doet het AZP dan ook goed te moeten constateren dat ze op hartverwarmende wijze wordt benaderd door bedrijven, organisaties en personen die willen ondersteunen. Deze goede intenties worden dan ook ten zeerste toegejuicht. Bijdragen in welke vorm dan ook zijn van harte welkom. Al dus informatie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.